Soms wil je zo graag dat je dromen uitkomen, dat je er alles voor over hebt. Al moet je jezelf dwingen. Mijn droom is om films te maken en van mijn hobby mijn beroep te maken. Om een film te maken heb je een verhaal nodig. En ik heb zat verhalen, maar ik weet niet waar te beginnen. Bovendien wil ik iets filmen wat nog nooit eerder gefilmd is. Maar tegenwoordig is alles al gefilmd. Alles is al uitgevonden. Out of the box denken, dat hebben vele anderen al voor mij gedaan. Dus ben ik terug bij af. Continu werken mijn fantasie en creativiteit samen. Maar er zijn dagen waarop één van de twee, of zelfs beide, mij in de steek laten. Dan is mijn hoofd leeg. Of het is één grote chaos van heel veel verhalen door elkaar heen. Want verhalen zijn er zat, maar toch ben ik inspiratieloos. Grote films wil ik maken, mooie films, boeiende films. Films met een boodschap, films dat mensen aan het denken zet. Maar dat is nog niet zo makkelijk hoor. Misschien maak ik het mezelf wel te moeilijk. Misschien moet ik het simpel houden. Wat is er simpeler dan schrijven over jezelf? Over je gevoelens, je gedachten, je mening en je ideeën. Wie zegt dat je niks kan zonder inspiratie? Is het niet zo dat je altijd klein moet beginnen om uiteindelijk groots te kunnen uitpakken? Wie het kleine niet eert? Heb ik nu niet zojuist een film gemaakt over inspiratieloosheid en hoe ver het je kan brengen? Ik heb jou als kijker tenslotte weten te boeien. En dat terwijl ik helemaal niks te vertellen heb. Ik ben immers inspiratieloos.